Hoe is de afgelopen periode voor jullie geweest hier bij de GGD? Ja, vanaf februari, toen natuurlijk de uitbraak van het coronavirus zich aandiende, zijn wij meteen opgeschaald, een crisisorganisatie geactiveerd. En hebben wij eigenlijk met man en macht 7 dagen in de week, ook vaak 's avonds, continu gewerkt aan de bestrijding van het coronavirus. En zijn daar met een groot team mee aan de slag gegaan. Oké, en hoe is de werkwijze eigenlijk veranderd van wat jullie voorheen allemaal deden en in één keer dat het virus intrad in Nederland? Wat je normaal hebt is een taak voor infectieziektebestrijding en een team van ongeveer 16 mensen die daar met allerlei infectieziekten bezig zijn. Dus een legionella of hepatitis C. Bij coronavirus is dat hele team uitgebreid tot ongeveer 200 mensen. En al die taken zijn dus door een veel groter team uitgevoerd. Is een grote operatie, alleen en volledig gericht op het goed informeren van mensen, testen van mensen, bronnencontactonderzoek en alle zaken die zich rondom het coronavirus aandienen om die goed op te kunnen pakken. Mm-hmm. En hoe hebben jullie die mensen proberen te bereiken? Want bedoeld, dus het RIVM zag je heel veel in het nieuws, die hadden maatregelen en dat was ook duidelijk. De premier die zei dat op televisie. Hoe hebben jullie dat proberen te doen? We hebben een stevige verbinding met het RIVM. Er zijn 25 GGD'en in Nederland die allemaal veel contact hebben met het RIVM. Die taak hebben wij ook al voor februari en dat hebben wij nu opgeschaald. We hebben veel mensen die vanuit de GGD zijn gestopt met hun oude werkzaamheden, die hebben meegeholpen. Bijvoorbeeld altijd een reizigersvaccinatie. Mensen gaan nu niet meer op reis. Dus die mensen konden helpen met het bellen van mensen, het geven van antwoorden op vragen die ze hadden. We hebben ook een groep andere medewerkers van de GGD hebben meegeholpen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld co-schappen liepen, studenten van de universiteit, die hebben we ook aangenomen en hebben ook ons geholpen. Zo zijn wij steeds bezig geweest om een goed en groot genoeg team continu klaar te hebben staan, 7 dagen in de week, om hier aan te werken. Dus eigenlijk, als ik zo hoor, hebben jullie gewoon alles eraan gedaan om mensen maar binnen te halen, om eraan mee te werken. Dus klopt. En waar wij steeds wel naar kijken, ja. We zijn een professionele organisatie. Dus we willen ook wel steeds hebben dat het natuurlijk verpleegkundigen, artsen, doktersassistenten, mensen die ook, hè, als bijvoorbeeld iemand testen, weten wat ze doen. Mensen ook de goede antwoorden kunnen geven op de vragen die mensen hebben. Belangrijk om ook aan de telefoon bijvoorbeeld mensen te hebben die als iemand een vraag heeft, ook steeds goed op de hoogte te zijn, goede antwoorden te kunnen geven. Maar ook heel erg veel begrip te hebben voor wat mensen bezighoudt. Mm-hmm. We hebben heel veel telefoontjes natuurlijk gehad van ouders, van ook collega's uit verpleeghuizen, van scholen. Hoe zit het nou? Help ons even met het interpreteren van de goede situatie. Van wat is er aan de hand? Wat moet ik doen? En dat gaat nu nog steeds door. En nu natuurlijk steeds vragen over het testen bijvoorbeeld. Oké. En merken jullie ook dat de werkdruk door misschien dat heel veel mensen toch die testen willen doen, dat het toeneemt hier bij de GGD? Want werken jullie bijvoorbeeld nu nog steeds met al die studenten die verpleegkunde doen? We werken met studenten, de medisch studenten, verpleegkundigen, maar ook andere mensen die we hebben opgeleid, doktersassistenten. En het is eigenlijk relatief stabiel. We zien echt wel vanaf begin juni dat het kleine fluctuaties, maar eigenlijk blijft het ongeveer zo'n 2200 mensen per week die zich laten testen. Het neemt niet toe, het stijgt niet flink, het is heel stabiel. We hadden gedacht misschien in de zomer dat het wat minder wordt. Dat is tot nu toe nog niet zo. Mm-hmm. De zomervakantie in Nijmegen is ook pas net begonnen. Ja, ja. Is dat een verwachting dat wanneer de zomervakantie meer mensen naar het terras gaan, misschien elkaar weer gaan opzoeken, dat het dan weer zou gaan kunnen toenemen? Dat zou kunnen, maar tot nu toe zien we gelukkig een beperkt aantal besmettingen. Meestal is dat in een familieomgeving, ja, waar mensen dichtbij zijn. Dat, als één iemand besmet is, dan kan het zijn dat je snel je partner besmet. Dat is eigenlijk het meeste wat we zien. En we hopen dat mensen zich ook op terrassen, ook als ze naar de horeca, ook hun leven weer oppakken, toch de gedragsregels die we afspreken met elkaar, zich daaraan te houden. Hou die afstand. Als je verkouden bent, blijf thuis. Laat je testen. Ja, als je milde klachten hebt. En ook alle activiteiten die je onderneemt. Het virus is nog niet weg. Mm-hmm. Wat we proberen met elkaar is om het klein te houden. En dan kunnen we ook in het najaar nog naar het terras. Mm-hmm. Ja, want het lijkt er nu op dat mensen weer een beetje langzaamaan overgaan op de orde van de dag. De treinen zitten weer wat voller dan voorheen. De terrassen zitten s'avonds weer vol. En je ziet steeds ook weer mensen gezamenlijk bij elkaar komen buiten. Wat is het advies aan die mensen die toch eigenlijk een zomer sociaal willen doorkomen?
Ik denk in de algemene zin is het heel belangrijk dat mensen weer wat hun leven kunnen oppakken. Het is voor veel mensen ingrijpend geweest de afgelopen periode. Voor jongeren die veel thuis zaten of niet naar school konden. De bezoekbeperkingen in het verpleeghuis. Het is heel fijn dat dat weer kan. Dat kunnen we volhouden met elkaar als iedereen zich aan die ruimte met regels houdt. Regels voor binnen, maar ook als je buiten bent, houd die afstand. Als je verkouden bent, blijf dan een avond thuis. Ga niet naar het terras, laat je testen. En als je negatief bent, dan kun je weer je vrienden opzoeken. Okay. Geldt ook voor jongeren tot 18 jaar. Die hoeven die anderhalve meter dan misschien niet aan te houden met elkaar. Maar je kunt wel anderen besmetten, dus wees voorzichtig. Mm-hmm. Dan houden we dit hopelijk lang vol.